Ik weet niet of je me kan verstaan, maar het is echt super vet. Vooral omdat de deur open is. Echt super koud ook, maar wel echt gek. Zeker mijn opa, die vertelt er eigenlijk helemaal niks over. Ik weet dat hij al zijn vrienden is kwijtgeraakt. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom hij er gewoon niet over vertelde. Maar oma heeft tijdelijk bij het verzet gezeten. Want ze bracht heel vaak dan het verzetskrantje rond. Ik weet dat mijn oma ook een pistool tegen de hoofd heeft gehad op een gegeven moment. Ja, dat zijn dan. Dus het is zo moeilijk voor te stellen. En ik denk zeker omdat wij zo gewend zijn om alles maar te mogen en te kunnen. Of bijna alles maar te mogen en te kunnen. Dat valt me het meest op. Je kan je er een voorstelling van maken. Maar ik denk dat het nog niet eens in de buurt komt van de werkelijkheid. Dus vandaag denk je ook aan hen? Absoluut, ja.